koop Mijn Vriend Spider-Man Superhelden Geeks en Fancultuur. Het boek wat ik heb geschreven, wat in 2017 is verschenen bij SubQ. Daar help je mij mee en daar help je het kanaal mee sponsoren. En mocht je hem al hebben, koop dan gewoon een exemplaar voor een vriend of vriendin waarvan je denkt, die wil dat boek ook lezen. Dankjewel alvast. En ik zou zeggen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 16 maart. Ik heb net mijn pakketje binnengekregen van Cheap Comics. En dat kwam 4:15 binnen. Dus ik ga nu eventjes met je doornemen wat er allemaal in zit. Natuurlijk weet ik dat al, want ik heb de comic zelf gekocht. Maar we kregen erbij een gratis comic van The Boys. En Riverdale, ook een free comic book day comic. Nou ja, Riverdale is natuurlijk een hele gekke serie op Netflix ook. En The Boys is ook een tv-serie. En ik heb, geloof ik, een trade paperback van in de kast staan. Maar niet verkeerd. En een Joy Operations, een poster. Een serie van Brian Michael Bendis. Brian Michael Ellendis. Heb ik niet gelezen, ken ik niet. Maar hier heb ik heel erg zin in. Het is Free Jokers. Dat is een comic natuurlijk rondom Caped Crusader. En hier heb ik goede dingen over gehoord. Deze stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. En toen die Cheap hem eindelijk had, dacht ik yes. Dit is tof. Dit is de gratis comic die ik heb gekregen omdat ik vlogs maak. Hier kijk ik ook heel erg naar uit. Weer Symbiote Spider-Man speelt zich af in het tijdperk dat Peter Parker nog het zwarte alien kostuum heeft. De Symbiote. En het wordt geschreven door Peter David en Greg Land die tekent het. En ik vind het een hele leuke reeks. Ik lees het graag. En dit speelt zich af toen de Hulk ja, in andere dimensies verkeerde, geloof ik. De Crossroads. Ik geloof dat hij dan ook zeg maar zijn geest weer kwijt is. Dat hij weer de domme Hulk is. Nou, ben ik gewoon benieuwd naar. Ik heb het dus nog niet gelezen. Maar ik vind het een leuke reeks. Dus ik spaar elke trade paperback die van deze reeks uitkomt. En 4 volumes van de klassieke What If. Nou, staat toevallig nummer 4 even bovenaan. Dit zijn toffe verhalen. Van, ja, wat als? Wat als oom Ben nog geleefd had? Wat als de kloon van Peter Parker het had overleefd? Noem maar op. Dat soort toffe dingen worden hier in een soort alternatief universum besproken. Wat als Spider-Man lid was van de Fantastic Four? Weet je wel? Door allerlei verschillende tekenaars gemaakt. Er is natuurlijk ook een animatieserie. Maar daar heb ik alleen maar de eerste aflevering van gezien. Want ik doe niet aan Disney Plus. En ik vind eigenlijk deze oude comics veel leuker dan die animatieserie. What if the Avengers had never been? Nou, dat moet je toch, wil je toch weten hoe dat dan gaat, weet je? Ik vind het een hele leuke reeks. Ze waren in de aanbieding, behalve nummer 4. Maar als ieder alles in de aanbieding denkt, ja, en ze zijn al bijna out of print. Dat wil ik natuurlijk hebben. Ik geloof dat het oorspronkelijk is uitgegeven tussen 1977 en 1983. Dus nog steeds de Golden Age van Marvel. En het zijn hele wisselende verhalen, zoals ik al zei. Oh, kijk. En ook nog eens een keer de brievenpagina's erbij. Hoe cool is dat? En ze worden allemaal verteld door de Watcher. Want die kan ons vertellen over de alternatieve universa en wat zich daar dan afspeelt. Dus dat is gewoon super cool. Nou, wat bijvoorbeeld als Wolverine de Hulk had vermoord tijdens hun eerste ontmoeting. Dat wil je toch weten hoe de wereld er dan uitziet zonder Hulk? Ik wel, en ik wil ook wel zien hoe dat gevecht dan verloopt. Dus mooie dikke bundels. Marvel ten top. Klassieke Marvel, geen woke shit. Daar houden we van. En nou, ik ben heel blij met dit stapeltje. Dus, ik wou het je even laten zien. Dit is echt voorlopig heel veel leeswerk. En ik heb eigenlijk nog heel veel leeswerk te gaan van wat ik eerder heb gekocht. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Want dit is gewoon zo leuk. Om, ja, als je die kans kan grijpen. Als het te koop is. Ja, dan koop ik het wel meteen gewoon. Dan denk ik, huppakee. Ga met die banaan. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Like, subscribe. En tot de volgende vlog.